Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Douwe Lieglama. Hij is medeoprichter van consultancybureau InOP. Dag Douwe, goedemiddag. Hi. Wij gaan het hebben over Trump, Parler en zijn verbanning van allerlei sociale media. Waar staat volgens jou de verbanning van Trump op Twitter en YouTube en Facebook? Waar staat dat voor wat jou betreft? Nou, het is in ieder geval een historisch moment. Want nog nooit is een van de machtigste mensen op aarde zo collectief buiten het speelplein gezet eigenlijk. Ja. En in ieder geval, een van de dingen waar het voor staat is dat er het publiek-privaat heel erg door elkaar is gaan lopen hier. En dus dat er een private partijen zo'n beslissing nemen. Terwijl het natuurlijk ook uiteraard hier om een bijzonder publiek belang gaat. Dus dat is wel heel boeiend. Ja, ik denk dat voor veel mensen voelt de beslissing misschien arbitrair. Omdat ze denken, waarom beslist een partij als Twitter of YouTube of Facebook, waarom beslissen die eigenlijk over wie of wel niet mag spreken in een democratie? Ja, maar goed, die zullen waarschijnlijk ook in ieder geval gekeken hebben naar hun voorwaarden, gebruikersvoorwaarden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus vermoedelijk zullen ze juridisch wel in hun recht staan hiermee. Mm-hmm. Maar ja, als je iets meer afstand neemt, is het gewoon bedrijfscensuur. En gewoon een klein groepje mensen kunnen bepalen. En dat is gewoon naast wat de wet vindt. En is daar helemaal geen. Is de wetgever heeft daar niet zo op het eerste gezicht een rol bij gespeeld. Ja. En dat is natuurlijk vrij nieuw om dat zo op deze manier te zien. Het gebeurt natuurlijk al langer en vaker dat bepaalde accounts worden stilgezet. Ja. Wegens inbreuk op de gebruikersvoorwaarden. En dat is natuurlijk de interpretatie van het platform zelf, hè, maar dat is natuurlijk wel de orde van de dag. Maar deze persoon en met name ook de collectiviteit dat ze allemaal het doen. Hè, want als je bij eentje wordt verbannen, dan kan je altijd teruggaan naar een ander platform. Heb je dan als optie. Maar hier is het gewoon, in één keer gaan alle deuren voor je dicht in het digitale domein. Zo. Je zegt een historisch moment. Is dit ook een echte wake-up? Gaat het een wake-up call zijn voor eigenlijk de invloed die sociale media, de rol die ze innemen in onze democratie en hoe zij daarmee omgaan? Je zegt, dat gebeurt natuurlijk al wel langer. Mensen worden natuurlijk, ze hebben gewoon gebruiksvoorwaarden. Andere mensen zijn ook verbannen van, er worden accounts gesloten. Maar nu spreekt het ineens enorm tot de verbeelding natuurlijk, omdat het om Donald Trump gaat. Ja, dus dit is echt maar een beetje de next level van awareness, vermoed ik. Maar dat is altijd moeilijk in te schatten, moet ik zeggen. Maar ja, we hadden in 2016 het Cambridge Analytica. Ja, dat was al een wake-up call. Maar de kring van mensen die zich daarover druk gaan maken en de awareness die dat met zich meebrengt, die golf die wordt steeds sterker. En deze is natuurlijk wereldnieuws. Ja. Het is onderdeel van een trend die al langer speelt over de dominantie van big tech. Ja, laten we daar straks wat verder op gaan induiken. Is het misschien eens kijken naar hoe heeft het zo kunnen ontstaan? Hoe heeft dit kunnen gebeuren, dit moment dat het zo tot de verbeelding spreekt wat jou betreft? Wat speelt er zich af in het internet al in bredere kring waardoor deze situatie nu heeft kunnen ontstaan? Ja, dit is ontstaan omdat er gewoon een middleman is ontstaan, of een aantal middlemen, gatekeepers, of partijen die waar alles zich door concentreert. En dat is eigenlijk iets van de afgelopen 15, 20 jaar. En dat is ontstaan nadat we eerst het internet hadden uitgevonden, wat ook super decentraal was en waarbij je dus niet al die centralisatie van actoren hebt en waarbij er een heleboel verschillende actoren waren. Maar dat was in de zoektocht naar om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en de zoektocht om geld eraan te verdienen. Ja. Dus is gaandeweg uitgedokterd met elkaar. Ja, dan is het handig als we heel veel data bij elkaar brengen. Want dan kan je gratis diensten leveren aan de mensen. En zonder dat die mensen eigenlijk zich realiseren dat zij het product worden. En zo zijn er dus een aantal hele machtige advertentiebedrijven ontstaan. Dus eigenlijk wat we doen, wij gebruiken advertentiebedrijven om onze communicatie te doen, zowel tussen jou en mij, maar ook tussen mij en de hele wereld in het kader van, als ik Donald Trump zou zijn, dan is het one too many heel erg. Mm-hmm.
zelfs gebruik, hè, zelfs de nieuwe wereld maakt gebruik van deze platforms, omdat er allemaal op zitten en het is heel laagdrempelig. Het zijn allemaal geweldige diensten. Ze kosten ons niet heel veel in eerste instantie. Mm-hmm. De downside daarvan zijn dat er zijn dit soort dingen waarbij de macht over wat je ziet, ook door alle discussies over algoritmes, die macht is heel erg geconcentreerd. Ja. En dat, daar zien we nu de effecten van. En nou, dat Donald Trump eraf gezet is natuurlijk niet een algoritme kwestie. Is gewoon een moedwillig besluit van een groepje mensen die dat gewoon zo gedaan hebben. Ja, ja. Ik denk dat ook daar een wat er natuurlijk ook in speelt, is dat die platforms inderdaad in de jaren nul, heel erg wat je vertelt, op zoek zijn gegaan naar hoe kan je nou ook uit dat internet een verdienmodel bouwen. Hoe kunnen we daar op een bepaalde manier ook onze diensten aanbieden, op zo'n manier dat mensen gewoon gebruik van kunnen maken, maar dat tegelijkertijd iets aan kan verdienen natuurlijk. Dat heeft nu 20 jaar zo'n beetje geduurd, denk ik ongeveer, waarbij we ook allerlei beursgangen natuurlijk van partijen hebben gezien, ook de financialisering van het internet zelf. En die uitruil die je net beschrijft, denk ik heel mooi, is inderdaad denk ik de staat van het internet op dit moment. Dus je maakt gebruik van gratis diensten in de meeste gevallen. Dat zijn we ook gewoon gewend, dat het gratis is. Als het geld kost, dan is het al ingewikkeld. Maar in ruil daarvoor sta jij je data af aan die partijen en die kunnen jouw advertenties aanbieden. Dat is eigenlijk de uitruil die je maakt. Nu zie je natuurlijk met de verbanning van Donald Trump nu van die platforms, is denk ik wat je net zegt, een heel duidelijke keuze gemaakt, ook door die partijen. En de discussie is niet alleen maar over het verdienmodel van Big Tech natuurlijk en de monopolies die ermee samengaan, maar ook heel lang over hoe moeten die platforms eigenlijk gereguleerd worden of moeten die zichzelf reguleren. Hoe kijk jij daarnaar wat er de afgelopen jaren is gebeurd? Zijn die platforms, zijn ze in staat om zichzelf te reguleren? Is dit een goede manier van doen zoals het nu georganiseerd is? Nou, ik denk dat er veel te verbeteren is aan hoe dat gaat en hoe content tot ons komt. Hè. We hebben natuurlijk vrijheid van meningsuiting, maar dat betekent niet dat je zomaar alles kunt zeggen. Dat staat in ieder geval ook in de wet. Je mag geen oproepen tot geweld en haatzaaien en dergelijke. Ja. Maar vrijheid van meningsuiting staat best wel hoog in de grondwet en ook in de Amerikaanse grondwet. En ja, zoals het nu gegroeid is, dat de eigenlijk de interpretatie, dus de hele, ja, de wetgever is niet echt heel erg betrokken bij die, of eigenlijk de uitvoering van die wet ligt heel erg bij die partijen zelf. Mm. En daar gaat het natuurlijk fout. De een is daar wat beter in dan de ander. Er zit best wel ruimte voor interpretatie in. En daar is vermoedelijk heel veel verbetering mogelijk. Ja. Omdat dus eigenlijk, wat je ook ziet, net als in de financiële wereld, waarbij eigenlijk de bedrijven, lees de banken, worden betrokken in het handhaven van de wetten voor een deel. Zou je hier ook kunnen zien dat wellicht kunnen die platforms ook een deel van die wettelijke regels handhaven. Ja. Alleen ja, hoe doe je dat? En misschien zou je daar wat meer kunnen doen als overheden, als publieke zaak. Ja. Dus het is natuurlijk wel heel lang de teneur geweest ook van politici dat ze zeiden, Big Tech, ze moeten zichzelf reguleren. We gaan niet zelf in lopen mengen, ze moeten het zelf doen. Hebben politici daar een beetje liggen slapen misschien? Hebben ze dat te lang op hun beloop gelaten? Ja, zeker. Zeker. Maar dat is achteraf makkelijk praten uiteindelijk. Hè? Want het is heel moeilijk voor te stellen hoe het zich zou kunnen ontwikkelen. Is het in ieder geval voor politici. Ik denk dat ongetwijfeld een paar mensen dit wel hadden kunnen zien, voorzien hoe dit allemaal zich zou uitspelen in de loop der 15 jaar. Maar politiek wereldwijd heeft dit niet heel hoog op de agenda gestaan. Zolang het goed gaat, is daar happy mee. Maar ja, nu, en aangezien politieke onderwerpen vaak toch ook vaak de waan van de dag zijn en liever op de wat korte termijn effect willen hebben, dan komt het in één keer zo op. Ja. En heel, dus heel vaak reactief. Dit gaat nog meer het hele debat verhevigen over wat is de rol van Big Tech. En willen we zoveel verantwoordelijkheid geven aan een paar spelers als het gaat over onze publieke ruimte. We hebben het hier wel eens aan tafel vaker gehad over de publieke ruimte op internet. Ja. Die is er eigenlijk niet en meer. En hoe gaan we dat weer terugkrijgen als we dat willen? Ja. Je zei ook heel mooi in het begin van het gesprek, het gaat eigenlijk om de soort grensvervaging tussen privaat en publiek. Mensen verwachten dat Twitter en Facebook gewoon onderdeel zijn van het democratische gesprek, zoals je dat doet in onze tijd.
Maar dit soort momenten of dit soort gebeurtenissen herinneren ons er toch weer even goed aan dat het toch eigenlijk uiteindelijk private instanties zijn die, als het op aankomt, gewoon juridisch waarschijnlijk ook in hun recht staan om dit te doen vanwege de gebruiksvoorwaarden die ze handhaven. Maar dat mensen daar toch ook het idee, de vraag eigenlijk in het verlengstuk daar weer opkomt van wie is het internet eigenlijk? En waarom is dit op deze manier zo centraal ingericht zoals het nu eigenlijk zich voorbestaat? Nu, bij InOP hou je natuurlijk ook bezig onder andere met dat soort vraagstukken. Hoe kijk jij tegen dat gecentraliseerde internet aan en wat zie jij gebeuren wat dat betreft om wat voor veranderingen die daarin plaatsvinden? Ja, kijk, dat het zo gebeurt, heeft natuurlijk uiteindelijk te maken met dat we eigenlijk gevallen zijn voor de aantrekkelijke diensten en de eenvoudige uitruil van oké, prachtige dienst en lekker makkelijk, maar ondertussen geef je gewoon je data weg. Het bijzondere is overigens dat je op dit moment niet een aanbod hebt om niet je data weg te geven en gewoon een euro per maand te betalen voor Twitter of voor Facebook. Dus je kan niet aan die uitruil ontsnappen. Nee, je kunt er niet ontsnappen. Dus het is bijzonder lucratief, blijkbaar, of interessanter om het gewoon alleen maar voor data te doen in plaats van voor geld. Dus dat zou al een enorme verbetering zijn, waarbij jij onderdeel wordt van die transactie en jij zelf bewust kan kiezen om je data aan te bieden. En er was afgelopen week nog veel ophef over WhatsApp die zijn gebruiksvoorwaarden verandert. Ja. En daar zit inderdaad niet de optie bij van ik wil graag betalen en niet mijn data delen verder. Waarom eigenlijk niet? Waarom is dat niet even goed lucratief voor die bedrijven? Of is dat gewoon echt minder lucratief? Nou, weet ik niet. Het zou, ik heb er niet aan gerekend. Het is ook geen prijs aangekoppeld. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nadelig zou zijn. Want dan heb je ook een eerlijke transactie met een bedrijf. Dus, en net als Google heeft ook betaalde Gmail. Dan heb je geen advertenties. En je hebt je kun je ook een euro per maand betalen voor opslag en zo. Ja. En dus dat kan wel. Ja, en dus de hele notie. Wij zijn wel echt heel erg opgegroeid met de notie dat de digitale economie dat draait om platforms. En dat hoe groter, hoe beter. En dat wordt ook onderwezen. Dat staat ook in alle managementboekjes. En dat zijn de succesvolle casussen. Het gaat allemaal over groot en the winner takes all. Terwijl het internet nooit zo begonnen is. Het is begonnen als een ecosysteem. In ons werk hebben we heel veel ervaring met dat je ook op andere manier dit soort netwerken kan opzetten door juist platforms te laten samenwerken. En ons betaaldienst Ideal is daar een heel groot voorbeeld van. Wat dus niet een centraal platform is, maar wat eigenlijk een afsprakenprotocol is, of een afsprakenstelsel tussen financiële instellingen. Maar het voelt als één dienst. Hè? Maar omdat ze dus heel goede afspraken met elkaar gemaakt hebben, werkt het gewoon heel goed. Maar ook bellen, hè? GSM, is ook zo'n voorbeeld waarbij we niet allemaal bij dezelfde telecomprovider zitten. Ja. We hadden er misschien 2 of 3 in de wereld kunnen hebben, hadden we ook net zo goed kunnen bellen. Maar nee, we is GSM ontwikkeld en dat heeft heel juist geleid tot een decentralisatie van telecom. Ja. En dus ook meer aanbod en meer keus, meer concurrentie, lage prijzen enzovoort. Ja. En het is dat paradigma, dus de automatisme wanneer we uitgaan van dat centrale paradigma, dat er niks anders is überhaupt, of dat überhaupt niet de vraag wordt gesteld van kan het niet anders? Die vraag wordt wel steeds meer gesteld inmiddels. Maar dat we liever in Europa heel erg werken aan het bestrijden van de symptomen. Van dan praten we over regels en we moeten het gaan opsplitsen. Maar dat zijn allemaal meer symptoombestrijding die zeker ook kunnen helpen. Maar ik pleit echt wel meer voor een systemische aanpak. Waarom is dat opsplitsen een symptoombestrijding? Want dat hoor je toch wel vaak, dat mensen zeggen, ja, je moet het opbreken. Big Tech moet nu, dit is gewoon een monopolie en de enige manier om het aan te pakken is, breek het op in kleine stukjes. Ja, dus dat klinkt heel goed, voelt ook goed. Alleen opbreken is heel lastig omdat het hier een tweezijdige markt betreft. En omdat een tweezijdige markt, dat zijn markten waarbij gebruikers met elkaar dingen doen waarbij een partij tussen zit. En waarbij de waarde van de dienst wordt bepaald door de hoeveelheid andere gebruikers die erop zitten. Ja. En als je gaat opknippen en je gaat naar een ander sociaal netwerk. Hè, jij zit bij de een, ik zit bij de ander, maar we kunnen niet meer met elkaar praten of berichtjes sturen. Ja, dan hebben we er niks aan. Dus dat, dat,
dat is niet de oplossing. Want we willen nog steeds wel heel makkelijk digitaal met elkaar dingen kunnen doen. Dat heeft ons heel veel gemak en waarde gebracht. En voor de samenleving als maatschappij heeft het ook voordelen. Dus voordelen. Dus puur vanwege dat het tweezijdig is, is opbreken gewoon heel erg moeilijk. Dus opbreken kun je doen, maar dan moet je ook interoperabiliteit organiseren. En dat betekent weer standaardisatie. Dat betekent weer zo'n ecosysteem maken, zo'n afsprakenstelsel tussen partijen. En dat is technologisch mogelijk. Het is in ieder geval vooral een coördinatiekwestie. En ja, het is heel, heel uitdagend om zo'n dienst als wat je hebt met social media om dat te maken. Maar ja, we konden ook naar de maan gaan. Hè? Dat is ook gelukt. Dus dit is zeer zeker te maken. Dus daar, dat zou een hele, ja, hele logische en aantrekkelijke manier zijn om die weg in te gaan uiteindelijk. Ja. En waar het dan eigenlijk om neerkomt, is gewoon even plat gezegd dat ik met mijn telefoon ook vanuit het Facebook-platform zou kunnen bellen of zou kunnen communiceren met iemand op een ander platform. Dat standaarden worden geopend, net zoals dat jij met een T-Mobile-abonnement ook iemand kan bellen van een Tele2-abonnement bijvoorbeeld. Ja. Dat je standaarden openbreekt. En dus dat, als we het hebben over de monopolies van big tech, zeg je eigenlijk, dan is het niet zozeer, is het een beetje te grofmazig om te zeggen van je moet het gewoon opbreken. Want dan gaat eigenlijk het hele voordeel wat de samenleving heeft en geniet van al die big tech innovaties ook verloren. Maar je moet het meer hebben over hoe je de standaarden, waar die bedrijven ook een monopolie op hebben in sommige gevallen, hoe je die kan openen en hoe je dat meer kan verdemocratiseren. Ja. Dan zijn natuurlijk genoeg standaarden, een beetje banaal misschien, maar de kilo is natuurlijk ook een standaard. Die is ook gewoon democratisch. Ik weet even niet zo gauw of die ooit onderdeel was van een commercieel veld natuurlijk. Maar hoe ziet dat, de vraag denk ik meer, hoe ziet dat eruit? Hoe zou het eruit zien als je die standaarden van die bedrijven zou openen? En misschien een tweede vraag, een verlengstuk daarvan. Je zei technologisch is mogelijk. Is het dan, ontbreekt het dan aan de wil of ontbreekt het gewoon aan de economische... Waar ontbreekt het dan precies aan dat het op dit moment nog te weinig gebeurt? Ja, het ontbreekt aan wil. Het heeft alles ook met speltheorie te maken. He, want zo'n standaard is leuk. Als iedereen hem gebruikt, is het heel aantrekkelijk om mee te gaan doen. Mm. Maar als jij als private partij verantwoordelijkheid neemt om die standaard te maken, ja, dan heb je altijd het risico van freeriders, van partijen die het niet doen. Dus wachten wordt altijd beloond in dit soort situaties. Ja. En daarom is het ook een publiek onderwerp om tot dat soort standaarden te komen. Want uiteindelijk, zo'n standaard moet je ook zien in de orde van de weg en de spoor. Is natuurlijk infrastructuur, dus onzichtbare infrastructuur. Het hebben van standaarden, afspraken over dingen, maakt mogelijk dat er dus ja, groei kan ontstaan en activiteit. Het feit dat wegen een bepaalde breedte hebben, maakt dat ook auto's gemaakt kunnen worden. Ja. En die hebben bepaalde minimum requirements waar je aan moet voldoen. Nou, zo zou het ook met de digitale uitwisseling moeten zijn. Maar die standaarden die gaan niet alleen maar over het formaat en de techniek en dergelijke, maar ook over hoe je het beveiligt, maar ook over juridisch. Wie spreekt wie waarop aan, maar ook over operationele aspecten. Dus het is veel breder dan waar je normaal aan zou denken als je het woord standaarden hoort. Ja. Het is echt alle disciplines, want het gaat hier ook over trust tussen organisaties en ook trust tussen gebruikers. Want ik wil ook weten dat jij ook echt David bent en als jij een bericht bent, dat ik daarop kan vertrouwen en andersom. Ja. Dus identiteit komt daarbij kijken en dat moet dan over al die platforms werken. Dus in deze standaarden komen wat veel meer ontastbare elementen als het ware die erin moeten worden opgenomen. Maar waar het ook heel moeilijk is om dat, hoe zeg je dat, te conceptualiseren. Om daar echt inderdaad afspraken over te maken van wat houdt dat nou precies in? Of houden al die partijen daar verschillende ideeën op na? Je moet het convergeren. Hè, want al die partijen hebben zo'n eigen ideeën al geïmplementeerd. Ja. Want ze zijn actief, hè, hun diensten werken. Het is een kwestie van harmoniseren en geven en nemen tussen partijen. En op een gegeven moment afspreken. Dit is de minimum set en die moet zo klein mogelijk zijn. Mm-hmm. Want op basis daarvan kan jij je eigen social media dienst vormgeven. Ja. En jij hebt dan misschien leukere gifjes en die wat minder, die wat meer of andere dingen. Maar daar kun je in variëren. Ja. Maar in ieder geval de minimale zekerheid dat als ik besluit weg te gaan bij WhatsApp en ik ga naar Signal, dat ik niet automatisch al mijn vrienden kwijt ben. Ja, precies. En dat is nu natuurlijk wel het geval. En daardoor heb je natuurlijk een stuk extra monopolisatie of lock-in gecreëerd. Ja. Omdat jouw data erbij zit. En het feit dat jij niet je eigen data mee kunt nemen, houdt jou gewoon daar. Terwijl met GSM kan je eigen, in ieder geval je eigen telefoonnummer meenemen. Nou, en dat en is ook de geest van de AVG geweest. Ja. Dat je recht hebt, je dataportabiliteit. Alleen zijn vergeten om daar zo'n dienst erbij te ontwerpen. Dat je je data overal kunt delen of hergebruiken op een uniforme manier. Het gaat om die
uniformiteit. Ja. Nou, in het verleden zijn er natuurlijk ook allerlei, met allerlei andere technologische ontwikkelingen, is dit vraagstuk over standaardisering en monopolies is ongetwijfeld ook aan de orde geweest. Of je dan hebt inderdaad over wegen, maar ook over de kilo of over radio of over televisie en dergelijke. Ja. Dit speelt natuurlijk altijd. Dus wat dat betreft is het ook een variatie op een thema. Ja. Wat zouden nou argumenten kunnen zijn voor deze grote partijen om uiteindelijk aan die standaard, om dat te openen? Zijn er argumenten voor te geven? Want dat klinkt eigenlijk, hè, wat je nu ook zegt vanuit speltheorie en ook vanuit andere opzichten, is het heel logisch dat die bedrijven dat niet doen. Customer lock-in hoort eigenlijk bij het bedrijfsmodel. Dat is hoe ze die monopolies handhaven. Dat is natuurlijk de enorme winsten die ze daarmee verdienen. Maar zijn er ook argumenten te maken voor die bedrijven om ze te, ja, om hier wel in mee te gaan? Of is het alleen maar, moet er echt een soort politieke harde druk komen om die partijen te forceren, omdat er eigenlijk geen argumenten te verzinnen is voor die partijen om daaraan mee te doen? Nou, voor de, zeg maar, de marktleiders is vaak, die denken in ieder geval, als de koek niet groter wordt, zullen ze denken dat ze zich niet kunnen voorstellen dat de koek groter wordt, dan zullen ze denken, ik ga alleen maar verliezen. Dus hebben ze niet die incentive om dat te doen. Ja. Ja, en dus je hebt een hele verlichte leider nodig, Die dat dan zou willen. En een voorbeeld daarvan vind ik zelf dan Jack Dorsey van Twitter, die al vorig jaar al een keer aangekondigd heeft dat hij echt een clubje heeft opgezet om een protocol te maken van Twitter. Dus Twitter te deplatformen en eigenlijk van een platform een protocol te maken, zodat er meerdere partijen Twitter clients kunnen maken. En dat je verschillende databases hebt van Twitter, maar die wel met elkaar interoperabel zijn. Ja. Nou, die heeft daarover nagedacht en dat is toch, Vind ik dan bijzonder. Maar over het algemeen heeft de marktleider niet echt die incentive. Wie wel een incentive hebben, dat zijn de mensen die daarna komen. En dat zijn er vaak heel veel. En dus alle platforms eromheen. Eromheen. Ja, die hebben wel de incentive, in ieder geval sterker, om er samen te werken. En als die dus wel in staat zijn om zichzelf te verenigen, dan zal die grote partij uiteindelijk ook mee gaan doen. Dat is wel de verwachting. Maar in dit thema en zeker als we haast hebben en als de urgentie groter wordt. Kijk, de grootste partij heeft geen haast hierbij. Die zal altijd zeggen, ja, als er standaard wordt, ga ik wel meedoen. Maar zal zelf niet die standaard gaan zetten. Ja. Dus politieke richting, en dan kom je terug op dat, de publieke zaak daarvan, het infrastructurele karakter daarvan, is dermate belangrijk dat juist die kan ook zo'n ontwikkeling versnellen. Ja. En dat is echt vergelijkbaar met de spoorwegen, denk ik. Ik was er niet bij overigens, 100 jaar geleden. Maar waarbij je had allerlei verschillende spoorwegbedrijven, die waren allemaal privaat. En de een had breed spoor en smal spoor en andere tijdsaanduiding. En dat is onderweg ook als een soort lappendeken. Heeft ook tientallen jaren geduurd totdat dat één ding was. En wij dat allemaal zien als een soort gemeenschappelijke infrastructuur. Ja. En dat is een beetje, er zit best heel veel parallellen met andere infrastructuurontwikkelingen, zoals ook de elektriciteitsnetwerken en wegen. Dus alleen, wij maken het hier heel snel mee, omdat in digitaal gaat dat nou helemaal snel. Ja. Laten we eens kijken naar de Europese Unie. Hoe gaat bijvoorbeeld de Europese Unie om met deze vraagstukken die hier die we nu op tafel hebben gelegd eigenlijk? Hoe gaat zij om met die monopolies van Big Tech? Nou, ze zijn in ieder geval bezig al jaren met regels toe te passen. Marktdominanten zijn de klassieke concurrentieregels. Maar als het gaat over het ontwerp van de data-economie, herken ik daar zeker heel veel oog nu voor op zoek te zijn naar een ander paradigma. Het is gewoon letterlijk gezegd, wij moeten een alternatief verzinnen voor Big Tech. Als Europese Unie. Als Europese Unie. Ja. En dan moet je dus inderdaad denken aan decentralisatie. Maar ook in combinatie met datasoevereiniteit. Hè? Dus het vermogen en de functionaliteit om op een uniforme manier in controle te zijn van je eigen data. En voor mens en bedrijf, dus eigenlijk alle data. En de notie dat daar een soort infrastructuur dient te ontstaan. Wat eigenlijk, als iedereen op de uniforme manier iets implementeert waarmee je data heen en weer kan brengen. Als je dat op dezelfde manier doet, dan heb je de facto een infrastructuur gecreëerd. Dan heb je in ieder geval een ruimte waarop iedereen met iedereen op een uniforme manier informatie kan uitwisselen. Ja. En dat is vergelijkbaar met hoe betalingsnetwerken werken. Want we hebben allemaal een pas in onze zak en hebben een uniforme manier om in een ruimte. En die ruimte is dan overal waar een terminal staat of een website. Je hebt altijd de optie om het te doen. En dat is met datadelen. En data-uitwisseling heb je alleen maar de optie binnen de platforms nu. Maar als je nou die ruimte heel groot kan maken door die samenwerking,
En dat is het hele idee van data spaces, zoals je dat terugleest in die voorstellen. De Digital Governance Act, Digital Market Act, Digital Service Act. Zie je daar heel veel in potentie, ligt het daar wel. Ja. Alleen de vraag is even, gaan we er daar ook komen en hoe kom je daar dan? En gaan we nu ook de juiste acties nemen? Want het ligt nu op tafel als voorstellen. Dus nu moeten eerst heel veel mensen moeten daar naar kijken, de parlementariërs. En ook de ambtenaren in de verschillende lidstaten. Nou, daar kijken ook heel veel lobbyisten aan mee en dergelijke. Dus het is nog best wel een tombola om dit snel de goede, een actionable uitkomst ervan te krijgen. Ja. Maar ik ben hoopvol daarover. Ja. Nou, noem je het met twee mooie voorbeelden. Aan de ene kant, of ik moet zelf ook aan denken, betalingsverkeer natuurlijk in Europa. Dat is ook al lange tijd natuurlijk dat Europa dat wil harmoniseren. Dat je bijvoorbeeld ook vanuit Nederland gewoon snel geld kan overmaken naar andere Europese landen. Ja. Nou, er is natuurlijk wel enige verbetering in gegaan, maar toch zie je daar ook weer een aantal nationale schotjes, als het ware, zeg maar, ontstaan in die grote massa, hè, die je eigenlijk zou willen creëren, de grote markten. Je noemde het ook het voorbeeld van treinen. Die zijn misschien binnen landen natuurlijk wel helemaal geharmoniseerd. Maar ja, stap nog maar eens op de trein naar Zuid-Frankrijk, dan moet je toch nog even overstappen een paar keer, omdat er al een locomotief moet voor worden gezet, zeg maar. Ja. Dus ja, toch zijn er een aantal. Je zegt ik ben hoopvol, maar ik zie ook wel problemen binnen de Europese Unie, denk ik. Dat is gewoon de samenstelling van de Europese Unie, de manier waarop het ingericht is, die je roet in het eten zouden kunnen gooien. Is de Europese Unie in staat om op dit thema, dus op het gebied van data, interoperabiliteit, decentralisatie, kunnen we daar nou zo'n ruimte creëren, net zoals in Amerika, waar je niet al die nationale schotjes weer hebt? Ik denk het wel, omdat het nog redelijk greenfield is. Er is nog niks. Hmm. We hadden natuurlijk al spoorwegen en we hadden al heel veel dingen in de fysieke wereld. Maar hier is het relatief nog ongeschonden. Hmm. En het probleem is gewoon een collectief probleem. We hebben er allemaal last van op eenzelfde manier. We hebben ook geen nationale kampioenen te beschermen hier. Nee. Dat maakt me zeker hoopvol hierop. Ja. Maar het komt dan wel aan op misschien het veranderen van gedrag van mensen. Want je zei ook al net, denk ik heel mooi, we zijn gewoon gewend, ook in Europa, dat we gaan gewoon het internet op. En als ik ergens een dienst, ik maak gewoon gebruik dienst van, als ik een nieuwsbericht voorbij zie komen op Trouw, dan maak ik gewoon even een account aan ergens. En dan heb ik wel een manier om dat toch te kunnen bekijken voorbij de paywall, zeg maar. We zijn zo gewend om het gratis te doen. Eigenlijk een beetje dat Silicon Valley model. Hè? Je doet het gratis en dan lever je gewoon je data daarvoor in. Hoe gaan we mensen dat gedrag, denk ik, veranderen van mensen om daar gebruik van te maken? Wat zouden de eerste stappen zijn in dat proces? Moeten we onze eigen big tech giganten gaan creëren, Europese giganten? Moet daar een betere infrastructuur komen om dat op te kunnen zetten? Wat zouden daarvoor de eerste stappen zijn, denk jij? Nou, de eerste stappen is gewoon het te gaan doen. Hè? Dus laten we een heel simpel voorbeeld beginnen. Laten we eens een keer een decentraal alternatief voor messaging doen. Nou, we hebben het al, SMS. Laten we SMS gaan upgraden. Waarbij je leuke video's en plaatjes ook mee kan sturen. En dat het een beetje leuker eruit ziet. Dan zijn we alle heel end. En dan denk ik awareness. Ik denk dat we heel veel moeten doen aan communicatie en awareness. En mensen vertellen hoe dat werkt op digitaal. En dat gaat ook over scholen. Net als je verkeersles krijgt, moet je ook awareness krijgen. Van wat doet het ene digitale dienst? Hoe zit die andere in elkaar? En wat zijn de voor- en de nadelen daarvan? Ja. Dus zo'n transitie van naar meer decentralisatie van dit soort dingen, dat gaat gepaard met eigenlijk de grootste effort zit hem in awareness en communicatie. En niet alleen maar van de eindgebruikers, maar ook van de aanbieders van diensten. Ja. Ook aanbieders van software, ICT-partijen. Keuzes bij van leiderschap. Hè, van wanneer ben je digitaal duurzamer bezig? En wat voor keuzes heb je daarin als directies van bedrijven die diensten aanbieden? Dus communicatie-awareness, dat is echt verreweg de grootste inspanning bij dit. Het is niet het engineeren van dat dit mogelijk is, want dat kan. Het is alleen maar hoe krijg je de adoptie voor elkaar. Tot die kritieke massa, totdat het normaal geworden is. En dat het niet meer normaal is om bij één partij te zitten waar iedereen bij zit. Ja. Dat meer een uitzondering wordt. En dat decentrale weer, zoals het ooit begonnen was, dat weer normaal wordt. Ja. Dat is eigenlijk hoe ik zo voor me zie. Ja. En dan zie je natuurlijk bij bedrijven, denk ik.
om me daarin zo. Dan zie ik een ander. Dan kom ik een beetje terug bij het begin van ons gesprek. Je moet natuurlijk eigen soort. Niet alleen de eindgebruiker moet je daarbij stilstaan. Maar ook bij de manier waarop die bedrijven worden gevormd. Als we onze eigen big tech giganten als wij in Europa zouden hebben. Hoe die dan worden vormgegeven. Ik denk dat. Wat mij opvalt, en als je kijkt naar in Amerika hoe de big techs daar georganiseerd zijn, een beetje hun de Silicon Valley mentaliteit als het ware in gepaard gaat, is dat er toch die bedrijven bijna een soort parallel universum ongeveer zijn. Die staan echt wel buiten de samenleving in een zekere zin. Natuurlijk, hè, die mensen hebben ook betrokkenheid, maar je ziet toch heel vaak dat er wordt die hele start-up scene, de scale-up scene, die wordt gekenmerkt door mensen die heel hard en bijna monomaan werken aan het bewerkstelligen van bepaalde doelstellingen om hard te kunnen groeien, om snel te kunnen groeien. En dat daarbij juist de belangen van de maatschappij ja toch wel eens uit het oog worden geraakt. Denk ook bijvoorbeeld maar aan Uber en dergelijke. Hoe die bijvoorbeeld ook natuurlijk steeds in discussie zijn met de maatschappij en ook steeds in opspraak komen over ja, hoe dat eigenlijk, wat voor een impact hun product eigenlijk heeft op de maatschappij. En misschien zou je kunnen zeggen dat ook in zekere zin een juist niet daarbij stilstaan meer wordt beloond in zo'n omgeving dan wel juist die maatschappelijke antenne hebben. Omdat je dan niet snel kan groeien en je wil juist geen mensen die nee zeggen, je wil juist mensen die ja zeggen, die ervoor gaan. Ik zet het nu even een beetje karikaturaal neer, maar dat heeft denk ik een hele aantrekkingskracht. Je ziet ook dat heel veel mensen, als ze een bedrijf beginnen, dan is dat een beetje de entrepreneurial dream, denk ik. Een grote klapper maken, snel groeien, dat doen. En als ik dat zo voor me zie, dan zie ik toch nog wel een uitdaging met hoe wij dan in de Europese Unie als een iets meer maatschappelijk betrokken big tech zouden hebben, die daar meer oog voor hebben, hoe dat rijmt met dat verhaal. Volgens mij heeft dat verhaal natuurlijk wel een enorme aantrekkingskracht op mensen, vooral jonge mensen ook die dat willen beginnen. Hoe ga je dat rijmen met juist zo'n maatschappelijk betrokken agenda? Nou ja, het is kijk, als we erin slagen om zo'n decentrale ruimte te creëren van data en digitalisering, dan creëer je juist een ongelooflijk goede broedplaats voor digitaal entrepreneurship. En is het juist, juist minder drempels voor jonge mensen en oudere mensen overigens ook om bedrijven te beginnen. En dan hoef je dus minder moeite te doen in het intrekken en je eigen wereld te creëren. Dus het is juist, denk ik, een hele goede voedingsbodem voor digitalisering als je dit zou hebben. Nou, is het niet zo eenvoudig om hier te komen, want dit duurt 5 tot 10 jaar, want het heeft dus heel veel awareness en gedragsverandering nodig. Dus als je, stel dat Uber niet een platform zou zijn, maar een protocol zou zijn, dan zou je dus meerdere apps hebben, maar waarbij je allemaal dezelfde chauffeurs terug kan vinden. En dezelfde chauffeurs zouden ook bij meerdere apps terug kunnen zijn. En dan zou de infrastructuur zou daar ook manieren hebben om dat ook eerlijk te belonen. Mm-hmm. Anders dan ook alleen maar met advertenties of met andere. Er zullen hele andere soortige incentives in het netwerk ingebouwd worden. Mm-hmm. Om dat mogelijk te maken. En juist dat is ook wat waar we naar op zoek zijn, naar ja, andere soorten economisch substraat waarop je dus economische activiteit kan doen in de digitale wereld. Dus dat is, dus ik denk juist dat dat enorm voordelig kan zijn. Alleen het is nog nooit gedaan. Het is gewoon echt wel iets nieuws. Ja, want natuurlijk vooral die financiering in Silicon Valley is natuurlijk heel erg gericht ook vanuit durfkapitaal en venture capitals en dergelijke. En dat kent natuurlijk ook een bepaalde. Ja, dat financiële, economische financiële substraat wat je noemt, dat is een bepaald soort brandstof voor die bedrijven. Die moeten ook snel groeien en je moet ook dat. Nou, schaal is dan heel belangrijk. Maar het leuke is van zo'n decentrale benadering is, hè, we hebben het steeds over big tech, maar je hoeft niet meer zo big te zijn om tech te zijn, zeg maar, en om succesvol te zijn. Omdat de noodzaak om schaal te creëren, als je heel veel mensen heel makkelijk digitaal kunt bereiken en er zijn een aantal basisvoorwaarden zoals het vertrouwen en het onboarden. Als mensen controle hebben over zijn eigen data, dan kun je met één klik van de ene platform bij het andere lid worden bijvoorbeeld. Dan zijn die drempels ook veel lager om te groeien. Hè? En dan heb je ook minder geld en minder kapitaal nodig in die end. De notie dat je alleen maar succesvol kunt zijn als je big bent, hè? Dat kunnen we ook hierdoor veranderen. Ja. En je krijgt dus veel meer variëteit uiteindelijk. Dat is hetzelfde als, ja, je hebt telco's die groot zijn en je hebt telco's die heel klein zijn. Sommige zijn meer gespecialiseerd, die hebben ook een ander prijsmodel. Mm-hmm. Versus de massa-aanbieders. Dus dat maakt dat allemaal mogelijk. Mm. Ja. Dat klinkt te mooi om waar te zijn bijna. Klinkt te mooi om waar te zijn. Maar ja, ik denk, kijk.
wat je denk ik ook een paar keer mooi benoemd is, we kunnen ons bijna al moeilijk voorstellen, of we, zeg ik dan even, gewoon even zo algemeen, denk ik, hoe een ander internet eruit zou zien. Met zo'n ander model, met een decentraal karakter, met waarbij je niet standaard een dienst gratis krijgt, maar ook je daarvoor je data weggeeft, maar dat je ook op een andere manier misschien eigenaar wordt van je data. En dat de verbeelding daarvan, dat alleen al proberen indachtig te maken, daar begint het al mee, als jouw groep begrijpt. Die awareness gaat daarom, van jongens, het is nou eenmaal zo. Maar dit is niet de manier waarop dat hoeft te zijn. Ja, nee, de verbeelding, dat is echt, en dat is het moeilijkste van dit onderwerp, omdat het best wel abstract is. Ja. Maar een ander voorbeeld wat ik vaak gebruik zijn de WhatsApp-bordjes op straat. Die zien we allemaal in ons hoofd, hè, van een buurtwacht staat er dan. Ja, oh ja. En er staat een WhatsApp-logo op. En dat vinden we eigenlijk heel normaal. Terwijl als er alleen een KPN-logo op zou staan, dan zou je toch denken van, ik mis nog wat logo's, want waarom niet T-Mobile of Vodafone? Ja, ja. Hè, en als we dan als je dat eenmaal ziet, wat daar het verschil van is, en dat het heel normaal is dat we eigenlijk continu WhatsApp-logo laten zien, maar ook op televisie, op de publieke omroep, wordt ook gewoon eigenlijk gratis reclame gemaakt, continu voor de diensten, waarbij je eigenlijk je data continu inlevert aan een platform. Ja. Dus de verbeelding hiervan. En daarom is het zo belangrijk dat we ook dingen gaan doen. Hè, dat we dit ook kunnen verbeelden. Ja. En dat mensen het gaan zien. Ook bedoel je dat. Dus daarom dingen zoals nu met WhatsApp. Als iedereen, steeds meer mensen gaan al willen daar weg. Maar ervaren dan hoe moeilijk het is om dan een ander account te openen. Want je hebt zoveel groepen. Dus dat je dan ervaart van waarom is het eigenlijk wel gek dat ik continu al mijn vrienden mee moet slepen? Waarom kan ik niet gewoon, net als bij bellen, gewoon van aanbieden verwisselen? Ja. Zonder dat ik een penalty daarvoor betaal. Nou. Ja, precies. En sowieso, dus daarom nogmaals, dit is inderdaad awareness om die verbeelding te helpen. En hoe verhoudt dat zich tot het vraagstuk van data? Dus hoe zou ik me moeten voorstellen, hoe zou het eigenaarschap van data eruit zien in zo'n gedecentraliseerd internet waarbij je op basis van protocollen kan overstappen? Ja. Gaat dan het eigenaarschap van data, waarvan nu denk ik de Facebooks en de Googles van deze wereld zeggen dat is van ons. Want data is, dat is niet alleen maar jij, maar het is ook jij die zich begeeft in een omgeving en die daar interacteert en frictie veroorzaakt, als het ware, digitaal. En dat maken wij. Dus wij hebben ook een recht, een claim op jouw data, als het ware. Hoe zou ik dat voor me moeten zien in zo'n gedecentraliseerd internet? Is dat data dan echt van mij en kan ik daar zelf over beschikken? Of zouden daar een soort tussenpartij nog weer in zitten die daar een soort nutfunctie misschien in inneemt? Ja. Ja, kijk, van wie data nu precies is, daar ga ik me niet echt aan wagen, want dat is gewoon een heel lastig vraagstuk. Dat moeten we ook als mensheid verder uitvogelen. Maar je kunt wel zeggen dat het ook van jou is, op zijn minst. Hm. En dat zijn data waarbij, de wet heeft een hele limitatieve lijst van data, maar ik denk dat dat over tijd gewoon wat ruimer geïnterpreteerd moet worden en gaat worden, want ook je gedragsdata is ook data van jou. Maar als die data ook van jou is, dan heb je gewoon alle tijden het recht om die data mee te nemen naar ergens anders. Ja. Dat is één. En de andere is dat je ook het recht hebt om het te laten, maar dat je anderen toegang geeft tot die data van jou. Dus eigenlijk zoals PSD2 met de banken is bedoeld. Hè? Ja. Dus jouw bankdata, jij kan iemand anders machtigen om eenmalig of op de gedurende data van jou te bezoeken en die te gebruiken. Nou, met name dat data delen, want niet iedereen wil per se verhuizen, maar die wil ook zijn data kunnen hergebruiken. Ja. Maar stel dat wij zitten nu bij hetzelfde messaging platform en ik ga naar een ander. Dat jij in ieder geval, dat jouw adresgegevens en dat voor mij bereikbaar blijft. En dat jij ook, dat jouw dienstverlener ook de berichtjes die ik aan jou wil sturen ook verwerkt en ook aan jou toont. En ook vice versa. Ja. En dat ik gewoon bijvoorbeeld mijn profiel mee kan nemen van mijn oude social media platform naar mijn andere. Ja. En dat gewoon met één knop wordt dat verhuisd. Een stukje historie meenemen, dat ook. Maar ook een stukje, als het gaat over bijvoorbeeld shopping platform. Ik zit nu bij Amazon, ik ben een historie opgebouwd. Wil je bij bol.com shoppen, moet ik weer een hele nieuwe historie opbouwen. Ja. Waarom kan ik niet mijn vertrouwde en mijn reputatie bij de ene platform hergebruiken ergens anders? Die gaat toch ook over mij. Dat je eigenlijk een soort bijna, notarisfunctie zou ik niet willen noemen, maar een soort custodians eigenlijk krijg je dan van partijen die namens jou raadpleegbaar zijn en waar jouw geschiedenis bijvoorbeeld of jouw reputatie kan worden geraadpleegd. Zodat je dat op basis van een open protocol
ook mee kan nemen naar andere platforms waar je gebruik maakt weer van andere diensten. Ja, en het hoeft dus niet per se een aparte custodie te zijn. Je kunt ook dus bestaande platforms, die kunnen zeggen, ik wil die rol zelf ook wel doen. Naast wat ik al doe, kan ik ook. Dus het is meer een rol, die kun je als aparte rol introduceren, waarbij jij actief al je data heen brengt. Maar je kunt ook zeggen, nou, de partijen waar ik bij zit en die ook die rol hebben geïmplementeerd, ja, die spelen die rol. Dus het is niet een exclusief iets. Alleen jij kiest waar je dat wil doen. Nou, leg je wel heel veel beslissing en burden bij de gebruikers. Hè? Want heel veel mensen die willen helemaal niet over nadenken en dergelijke. Het gebruiksgemak is natuurlijk ook. Kijk maar wat je ziet met die cookies. Dan klik het allemaal gewoon weg. Ja. Dus, Nou, en dan kun je voorstellen dat in zo'n wereld dat er een heel nieuw soort dienstverlening kan ontstaan van partijen die jou daarvoor ontzorgen. Hmm. Nou, en dat is ook, dat zie je ook wel terug in de Europese voorstellen. En dat. Gaat dat ver genoeg wat jou betreft, de voorstellen die je nu ziet? Nee, nog niet ver genoeg, maar best wel. De richting is gewoon duidelijk. En zoals vaak met voorstellen is, er zit voldoende ruimte in voor iedereen. Ze proberen natuurlijk iedereen een beetje te. Dus er zitten best een hoop open einden in. Ja. Dus daarom is het komende jaar heel belangrijk om dat ook tot ook echt iets concreets te brengen. Want anders, die verbeelding die is heel. Dat is echt wel lastig. Als je die voorstellen leest. Dan kost best wel wat verbeeldingskracht om dat verder voor te zien. Dus het is heel belangrijk dat we daarna ook snel tot dingen gaan doen. Dat we het ook laten zien dat dit kan werken en werkt. Hmm. En het zal misschien eerder ook in de business-to-business makkelijker uitvoerbaar zijn. Ja. Dan in die massale diensten. Maar de intentie is wel heel erg duidelijk. De intentie om iets om alternatiefs te vinden in Europa, die is heel groot. En wat gaat er dit jaar gebeuren dat we in de gaten moeten houden? Waar je net even naar refereerde. Van dit jaar is heel belangrijk. Gaan die wetten geëffectueerd worden? Of gaan die in uitvoering worden gebracht? Wat ligt op de horizon wat bepalend is? Je krijgt eerst een onderhandelingsproces. Dus je krijgt eerst. Parlementariërs moeten iets van gaan vinden. En alle ambtenaren van de 27 lidstaten moeten ook allemaal er wat van gaan vinden. En de meeste mensen die hier wat van gaan vinden, die hebben er nog niet heel diep over nagedacht. Die krijgen zo'n document opgestuurd, openen het en beginnen ze te lezen. En dat is nogal een. Dat kan heel veel gebeuren. Want die moeten daar dan over stemmen. En die kunnen ook inhoudelijke wijzigingen aanbrengen. Dus het helpen uitleggen is heel belangrijk van deze mensen. Voor zover ze daarvoor openstaan, uiteraard. Ja, heel mooi. Goed. Douwe Klama, bedankt voor het gesprek. Medeoprichter van InOP. We gaan het in de gaten houden en wie weet tot de volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel. Beste kijker van De Nieuwe Wereld, geniet je ook van onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Zo ontvang je altijd als eerste onze nieuwste uitzendingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.